Hallo. Oh my god. Niet helemaal meenemen, maar is het wel. Jezus. Influencers. Hallo lieve mensen. Deze week een experiment waarbij jullie een dag lang mijn leven bepalen. Jullie hebben de macht over wat ik allemaal ga doen morgen. Ik heb op Instagram namelijk een oproep gezet dat ik morgen aan de hand van polls jullie keuzes ga laten maken over ja, wat ik moet doen die dag. Volg je me nog niet op Instagram? Doe dat dan snel, want wie weet ga ik dit vaker doen en dan wil je natuurlijk erbij zijn. Ik ga jullie dus morgen vragen stellen en ik geef het ongeveer een half uur tot uur de tijd. En dan kijk ik wat de meeste stemmen heeft. En dat antwoord, daar heb ik het dan maar mee te doen. Dit experiment is trouwens echt heel erg vaak aangevraagd. En je weet, jullie vragen, wij draaien. Daar gaan we. Zo, ik heb de eerste poll al online gezet op Instagram. En dat is of ik morgen heel vroeg gewoon, nou heel vroeg. Oké, of ik om 7 uur eruit moet, gewoon normale tijd. Op zich vroeg. Of dat ik een beetje mag uitslapen van jullie. En wat heb jij gestemd, Max? 7 uur knallen. Nou, lekker voor je. Want jullie hebben me met hakken over de sloot. Na 40 minuten een beetje uitslapen gegund. En daar ben ik jullie dankbaar voor. Want daar heb ik zin in. Slapen. Dat sta ik dus mezelf nooit toe. Maar ik ben jullie dus echt nu heel erg dankbaar, want ik heb daar zin in. Heb je zin morgen? Jouw kijkers gaan mijn dag bepalen. Wordt ook leuk, lekker spontaan en zo. Oh, that's me in a nutshell. Oh, that's me in a nutshell. What am I doing in this giant nut? Help, I'm in a nutshell. How did I get into this nutshell? Goedemorgen allemaal. Ik heb vanochtend de vraag op Instagram gezet of ik een gezond havermoutje moet of dat Max een ontbijtje voor mij moet halen. Ondertussen heb ik gedoucht. Ik zag dat sommige mensen die deze challenge al eerder hebben gedaan ook vroegen of ze mochten douchen of niet. Ja, ik ben natuurlijk gekke Henkie niet. Dus ik heb gewoon net lekker gedoucht. Maar het ziet er wel naar uit dat Maxie ontbijt voor mij moet halen. Maxie is gewoon aan het werk. Jammer joh. Honger! Honger! Ik weet niet of ik dit een leuk spelletje vind. Honger! Je haar zit echt alle kanten op. Je bent het afalfa van de boefjes. Ik vind het wel sexy. Je moet even de achterkant filmen. Ik vind het natuurlijk allemaal super grappig dat ik nu ontbijt moet halen. Max de supermarkt in sturen. Maar wat zowel jullie als Marije niet beseffen, is dat dan ook wel betekent dat ik nu bepaal wat we gaan eten. En dat is nooit een goed idee. Score. Of moeten we ook nog? Tada! Oh my god! Breakfast Jezus. Is served. Oh. Dit kan ook echt alleen jij bedenken. Super healthy gek! Kijk deze food porn met dit perfecte ei. Zo, ik heb net een vraag op Instagram gezet. Oh, wat verrassend. Welke make-up ik moet doen vanavond. Ik heb namelijk een feestje. Het Magnum feestje in het Amstel Hotel. Dat is best wel chic volgens mij. En er is dus een dresscode. Roaring Twenties. Dus ik heb gevraagd of ik een Roaring Twenties make-up look moet doen. Of, en ik dacht ja, maar natuurlijk iets extreems erbij. Gothic. Het lijkt erop alsof jullie aardig voor me zijn. En mij gewoon een Roaring Twenties make-up look laten doen. In plaats van een gekke popperige zwarte bende op mijn gezicht. Ik ben aan het hijgen, maar ik ben heel hard aan het lopen. En ik ben naar Maison PR, een PR-bureau, waar ik voor een jurk ga kijken. Want ik moet natuurlijk mijn jurk aan vanavond. En ik heb zelf amper wat in huis. Dus ik ga daar eventjes naartoe en jullie mogen kiezen welke jurk ik ga aandoen vanavond. Oké, ik ben een jurk aan het passen. De eerste is meteen al een hit. Ik vind deze echt heel mooi. Vet lang en vet comfortabel. Maar ja, ik mag natuurlijk die keuze niet maken. Hallo! Hallo! Heb je nog iets? Ja, deze, jongens. Maar jeetje, dit is wel echt... Ja, super hè? Maar dit is dus alweer een te hoge hals voor mij. Ja. Ik kan dat denk ik niet. Ja, ik ga hem wel aandoen. Oké, ik durfde die jurken dus niet aan te doen. Bang om ze kapot te maken. Fucking deurjurken. Dus ik heb nu dit aan.
Maar niet helemaal mijn stijl. Mijn twee allergrootste liefdes in het leven. Ik stel jullie de vraag of ik moest lunchen met chocola of met kaasvlees. Mijn derde grote liefde in dit leven is natuurlijk Ben & Jerry's vegan peanut butter. Oh, Max is ook wel aardig. Oh shit, mijn kaasvlees brandt aan. Ik heb echt nog totaal geen honger, want ik zit nog vet vol van die stomme croissant met al die chap erop. Thank you, Instagram. We zijn echt belachelijke foto's aan het namaken. I am working from home. We hebben deze foto van Conor McGregor nagemaakt. En deze van Harvey Specter. Nagemaakt. Ja, precies. Maar ja, jullie mogen dus kiezen wat Max vanavond aandoet vanavond. Ook dat. Jullie mogen kiezen wat ik vanavond aandoe vanavond. Zei ik dat over mij? Nee, jij zei letterlijk wat ik zei. Jullie mogen kiezen wat Max vanavond aandoet vanavond. Ja. Oh. Jesus! Oké. Okay. Volgende blooper reel duurt niet zo lang, denk ik. Ja. Nou, ik ga het nu op Instagram zetten. Ik ben echt heel benieuwd. Wat hoop je? Ik heb echt een voorkeur. Ik vind deze wel tof. Zo. Is deze tof? Vind je dat tof? Ja, ik vind het wel heel tof. Cordella flexen zo. Roaring twenties. Nou ja, ik ben wel toen geboren, dus op zich klopt het wel. The people have spoken again. Ik had gevraagd, omdat het 4 uur is, of ik een kopje koffie moest drinken. Helemaal geen zin in, maar oké. Okay. Of een glas cola light met Malibu. Want daar heb ik nogal wat van. 5 flessen en hier zit ook nog in. Je ziet het, het is duidelijk. Ik ga aan de drank. Hey. Ga ik meedoen? Wil je ook? Tuurlijk. Niet. Malibu met cola? Jee, thuiswerken is awesome. Cheers. Cheers. Jezus. Heb je er ook nog cola in gedaan of? Dit gaat helemaal mis. Ik heb dit bedacht, maar ik vind het eigenlijk niet zo'n goed idee. Nee, straks mogen we gewoon helemaal niet eten. Dat is een dom idee van Max. Ja, en toch gaat hij online. Oké, we hadden echt gedacht dat jullie sadisten zouden zijn. Maar vooralsnog, binnen 5 minuten, stemt iedereen op dat we wel mogen eten. Dat we dus niet met een lege maag hoeven te gaan partyen. Misschien denken we te veel aan onszelf als we dit soort dingen doen. En wij zouden mensen absoluut met een lege maag dat feestje sturen, want zo zijn wij. Ja. Schenk nog maar even bij dan. Dus ik wacht nog even een half uur, 3 kwartier af. En dan wie wil zien? Gaat het van Vlammestein? Hey! Van Vlammestein! Guilty pleasure! Het is weer een lekker allegaartje bij ons thuis. We kunnen een plastic van ons eten trekken. Tempeh met z'n theezout en een salade. Hou je mond. Salade met bonen en zo. Maar vooral bedankt internet. Bedankt kijkers dat wij mogen eten. Anders hadden we wel eens fout kunnen aflopen vanavond. Nee, nu zijn we veilig. Goed verhaal, niet kort. Make-up tutorial tijd. Jullie hebben gekozen voor de Roaring Twenties make-up look. Dus die ga ik doen. In de Roaring Twenties hadden ze toch alleen maar houtskool en varkensvet. Toen hadden ze echt geen mascha op plakwimpers. Nul mascha op plakwimpers hadden ze toen in de Roaring Twenties. Daar heb je wel een punt misschien. Ik kan dit toch helemaal niet, jongens. Jezus. Jezus. Nou, ik ga dit eraf halen. Dit is echt heel erg. Oké, poging 2. Oké, tada. Jezus. Ik vind
vind het heftig. Ik zou nooit zoveel oogschaduw opdoen als ik ook lipstift opdoe. Het is niet anders, hè? Jullie hebben dit gekozen en ik heb nou eenmaal niet betere make-up skills. Oké, heftig. Ik denk dat het hier is. I think we're at the right place. Kijk hoe fancy zijn. Roaring 20s plastic bag. We gaan echt niet naar het feest hoor, dit is veel doper. Oké, ben ik blij dat ik er niet als een slons bij liep? Wat een entree, man! Serieus, iedere 10 meter werden we door iedere 3 meter werden we door iemand anders begeleid. Iemand die de namen opnam. Toen iemand die ons. Iemand die moet passen. Iemand die de trap met ons opliep. Toen iemand die het inchecken deed. Toen iemand die de kamersleutel gaf. Toen iemand die meeliep met de kamer. Of nee, met de, maar naar de lift. Toen iemand in de lift. En toen vanuit de lift iemand naar de kamer. Goed verhaal. Heftig. Ik ga me klaarmaken en dan de volgende pol erin zitten. Pol. Oeh. Chocola. Yum. We lagen net in bed en we hebben jullie gevraagd of we daadwerkelijk ook naar het feestje moeten gaan. Zodat we gewoon lekker in bed mogen blijven liggen. Even kijken wat de antwoorden zijn. Go party! Oké. Nou, schitterend! Nou, dit is mijn final look, jongens. Look. Hoe vaak dat in deze kamers vanavond dan niet geroepen wordt. Echt, wij zijn zo'n verachtelijk soort wezen. Ja, echt ja. Influencers. Nou, dit is de jurk. Hebben jullie gekozen? Jullie hebben make-up gekozen. Ja, dat was het eigenlijk wel. Die heb ik wel gekozen. Maakt die ook mooi? Dag allemaal. Heb je ook nog gekozen? Ja, ik ben nog niet klaar. Nee, die dwangbuis doe ik zo. We doen, hoe heet dit ook weer? Chocolat. Dat zeg ik. Hij is Frans, dit is chocolat. Ik had dus gevraagd of ik op oneven moet spelen. Dus ik heb alles op even gedaan. Dit is van mij? Oh nee, die is van mij. Heb ik mijn inzet? Ik heb mijn inzet verdubbeld. Nee, wat ga je doen? Ja, we gaan shirtje. Nee. Nee. Opnieuw. Lijntjes kook. Nee. You suck at this. Dit is je werk. Get better at it. We gaan lijntjes cacao doen. Oh. Want waarom niet? Ik ben nu vooral met je haar ben je die spiegel aan het poetsen. Maar het is lekker. Bijzonder. Huh? Ja, ik kan niet antwoorden. Oké, het is een uur of 1:30, 2. Oh, oeps. Ik ben best wel misselijk, moet ik zeggen. En Max zit op het toilet. Max moet morgen echt weer heel vroeg eruit. Dus we zijn afgetijd. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Laat me weten als we dit vaker moeten doen. En als je misschien nog suggesties hebt voor pols die we kunnen doen. Pols. Noordpols, Zuidpols. Tot volgende week. We'll be right back.